En hallo kijkers van Einstein K, welkom bij deze gloednieuwe video op Einstein K. En vandaag ga ik iets doen wat ik nog nooit op mijn kanaal heb gedaan. Ook wel alleen met privé, maar nog niet echt. En het gaat ook goed zijn voor ons kanaal. Ik wijs nu naar mijn bureau, misschien weten jullie daar al wat meer mee. Setup, dat is misschien ook al een woordje dat ik kan zeggen over wat dat er gaat gebeuren. Ik ga een nieuwe setup video maken, want de oude die klopt niet meer. Het is nu helemaal vernieuwd. Ik ga een PC bouwen. Misschien wisten jullie het al. Ik krijg hulp van iemand. Die gaan jullie waarschijnlijk in de timelapse zien. Let's go. Ik ga beginnen met de case. Never ever find the right words, and there's no way this is real life. There's no telling you're the right girl, so I can only say that it feels right. It feels right, it feels right, yeah. I can only say that it feels right. It feels right, it feels right, yeah. I can only say that it feels right. Going with the gut, never had a doubt, felt like this is just a must. Put me in perspective, I'm the deepest in the cut. Everybody tuning in, but this is just for us now. We know I ain't ballin' yet, hoes wanna holler. Oh no, I don't call them back. Girl, let me see you hold it down, we gon' have a blast. Cause I just wanna know what you gonna do with all of that. Ain't gotta say a word, I know what's up. You can have it all. Watch me. Wow, shit, mijn camera viel bijna live. Oh. Camera. Dit is het nu, mijn computer. De GTX 1050 Ti. De Corsair CS750M voeding. Corsair RAM steekt erin. Als ik het goed kan filmen. Zo, Corsair RAM. Ja, de processor kunnen we niet filmen. De processorcooler is ook van Corsair, vraag me niet welk model het is. Het steekt wel in mijn kast, maar... 1 terabyte harde schijven. En 1 SSD die daar steekt. Gigabyte. Moederbord. De GA-B150HD3P. Ik vind mijn PC... Ja, qua cable management sukt hem echt. Daar heb ik echt geen goede job op gedaan, maar ja, ik ben tevreden van mijn PC.